Jongeren van protestantse kerk De Ontmoeting in Kloosterveen zamelen geld in om ontwikkelingshulp in het buitenland te gaan doen. Ze presenteerden zich afgelopen zondag tijdens een speciale dienst dat mede tot stand kwam door Go4It. Nou, wat je al zei in het begin van Pilot is echt iets wat je met een grote groep gaat doen met bepaalde jongeren. En we zijn wel met het geloof bezig, maar dan op een leuke manier wat ook aanspreekt voor jongeren. Nou, in ieder geval kan iedereen zich financieel ondersteunen natuurlijk. Maar ik denk ook meedenken, leuke ideeën om creativiteit, om die ook los te krijgen, waardoor mensen denken van nou, daar wil ik ook graag voor betalen en mooi dat jullie het werk daar gaan doen, dat je je tijd inzet, nou, gewoon helemaal jezelf om op die kant op te gaan, om jezelf ook te geven daarvoor. En dat spreekt mij. We hebben vandaag laten zien in de dienst wat World Service voor de organisatie is. Wat wij ermee willen doen, wij willen dus met een groep jongeren richting een ontwikkelingsland om daar ons in te zetten voor de medemens en zo ook iets te laten of iets te bouwen voor hun, zodat hun daar ook profijt van hebben en leuk contact te maken met de bevolking daar en te kijken hoe zij daar leven. Nadat er gepraat werd over het project met ondersteuning van CDA-kamerlid Agnes Mulder, konden mensen ook hun eigen steentje bijdragen. Dit hebben we van die schilderij voor World Servants. Dat hebben we zelf gemaakt, zeg maar. En dat is allemaal met wat van gelopende opbrengst daarvan gaat naar World Servants. Heel veel mensen hebben aan deze dienst gewerkt en iedereen is dus bezig geweest met talenten die je hebt. En dat is belangrijk. Hebben we hard nodig met elkaar. Ja, we hebben echt erg positieve reacties gekregen. Mensen vinden het vooral goed dat wij ons dus inzetten om ontwikkelingshulp aan te bieden. Nou, wat er speciaal aan was, was dat jongeren echt meegedacht hebben met waar zij voor staan en over hun geloof nagedacht hebben. En dat doen wij met Provider, één keer in de maand. En het mooie is dat je dan tot zoiets kan komen en dat je het kan hebben over wat kan jij met je talent en hoe kan je bijdragen aan een betere wereld. Wat heeft u vooral gezien bij de jongeren? Enthousiasme. Dat ze ook iets van zichzelf willen geven aan de rest van de wereld. En dat vind ik heel erg mooi.